Ashwin Agnew, zakenpartner van gewezen centrale bankgovernor Robert van Tricht, is van mening dat het nu steeds duidelijker wordt dat de strafzaak tegen hem en medeverdachten op basis van onterechte gronden is aangespannen. Dit zei hij vandaag aan journalisten na afloop van de behandeling van de rechtszaak die nu in hoger beroep wordt afgewikkeld. Agnew staat samen met Van Tricht, ex-directeur van de Surinaamse Postsparbank Ginmaro Kromosuto en ex-directielid van de Centrale Bank van Suriname, Farenase Wholesale, terecht voor het financieel benadelen van de staat. Die aangifte die is gedaan op basis van het feit dat de projecten zouden vallen buiten de taken van de bankwet. Dus deze hele zaak, ondanks alles wat er is geschreven in de media is geweest, dat er is gestolen en gefraudeerd en ik weet niet allemaal, wurgcontracten, daar ging het niet om. De aangifte is gedaan op basis van projecten buiten de taken van de bankwet. En mevrouw Housiel heeft vandaag bevestigd dat die projecten vallen binnen de taken van de bankwet. Dus de volgende vraag is, waarom is dan die aangifte gedaan? En de vraag daarop is, waarom ben ik aangehouden en in detentie gezet? En ieder was op de hoogte over de projecten binnen de bank? Absoluut. Voor aanvang van de projecten heb ik het strategisch document van de centrale bank mogen lezen. De RVC heeft daar zijn goedkeuring aan gegeven. Dezelfde RVC die ook heeft getekend op de aangifte. Agnew stelt verder dat er veel vragen opkomen als er goed wordt gekeken naar de aanpak van de zaak en had niemand aangehouden moeten worden. Advocaat Erwin Kanhai zegt dat de zaak sinds het begin beter onderzocht had moeten worden. Het is vreselijk om mensen zo te arresteren, om dat ding niet eerst goed te onderzoeken. Nu pas komt dat rapport van Krol aan de orde. Dat is opgemaakt op verzoek van het OM. En in dat rapport van Krol zeggen ze van non-refundable is conform wat er gebeurt in die beroepsgroep. Ik bedoel, als ik als advocaat de zaak aanneem, wordt er altijd non-refundable betaald. Als die man, als de rechter beoordeelt en veroordeelt, kan die man niet komen zeggen, imino vrij, mimi moni baka. Zo werkt het niet. Het is altijd non-refundable. Is er ook gesproken over het vonnis in België? Is dat weer aan de orde gekomen vandaag? Nee, absoluut niet. Nee, omdat het vonnis ook niet relevant is. Kanhai merkt ook op dat veel van de afhandeling van de spraakmakende zaak te maken heeft met het functioneren van een centrale bank in derde wereldlanden als Suriname. Advocaat Merwin Dugua zegt dat hij gelooft in de onschuld van zijn cliënt Housiel. Hij merkt op dat het spanningsveld dat tussen de rechtbank en Housiel is ontstaan, weggewerkt moet worden om haar onschuld te bewijzen.